zijn de voorbereiding dan dit eigen stadion spelen het eerst zelf? Ja, het was leuk voor het publiek, dus ik heb het ook gemaakt. Ja, voor jezelf, maar het was één helft. Daar teruggesteld over? Nee, ik wist van tevoren. Ik had deze week al last van mijn hamstring en dat ging steeds beter. En dat was een helft hier, maar dat is gewoon een beetje verder. En dan, ja, 35e minuut is maar een oefenwedstrijd, maar toch krijg je de kans van de wedstrijd. Eigenlijk bijna de enige kans van de hele wedstrijd. Ja, hij kwam als lange bal van achteruit en hij kwam een beetje voor de klus van die vorm. En ik raakte het niet helemaal lekker en dat was jammer. Ja, het was een schitterende crossplaats van Vito voor de jou en die nam hem mooi mee. Alleen ja, hij kwam dus niet helemaal ideaal. Nee, er zat een stuitje in en hij stuitte niet zo. Dus ik had, dat was iets anders dan dat hij gewoon vond. Maar ja, het is jammer. Het is een beetje, het is fantastisch. Maar het is ook wel een beetje het scenario. Je stond als links buiten en je komt naar binnen en met je rechterbeen had je kunnen scoren als alles goed gegaan was. Ja, precies. Dus dat is wel een beetje het idee erachter. Dus ik vond het wel. Het is dus echt een wissel uit voorzorg, niet dat je gewoon alleen op de stuur. Nee, het was van tevoren was afgesproken bij onze spelen. Dus ik wist ervan en ik heb last, dus ik helemaal niet. Ben je tevreden over de voorbereiding tot nu toe voor jezelf en voor het team? Ja, ik ben hartstikke tevreden. Persoonlijk heb ik een goede voorbereiding gedaan met het team. Je merkt gewoon dat er steeds meer in team worden en vooruit gaan. En steeds meer begint te lopen. Dus als jij zo ziet, dan heb je echt het gevoel dat je basispaas nu hebt, hè? Ja, ik hoop het, maar ik weet zeker weten dat het nu natuurlijk leuk weet het volgende week. Ik weet niet of je de tweede dag gezien hebt, was je alleen op douche? Ik heb wel snel gedoucht, toen ben ik op de bank gezeten, dus ik heb het gezien. Zelf vond je de tweede dag van aandacht beter dan de eerste helft? Ja, ik heb het idee dat de tweede dag misschien iets meer op de helft van deze dag gespeeld. Dus positief toch? Maar waar komt het volgens jou door? Ik weet het, misschien was het een beetje kwast. Ja, inderdaad, ze hebben ook veel gewisseld. Het hele team werd bijna omgegooid. Ja, precies, ook wissels. Ach ja, prima resultaat hebben we gehad. 0-0 is goed, maar als je even naar Newcastle kijkt, ik vind het wel een fysiek sterk goede ploeg. Want dan hebben jullie toch gewoon kunnen trekken. Ja, zeker. 55 worden in de Premier League volgens mij. Dus